Zij namen de lift. En bij het betreden van het kleine appartement kreeg hij een schok. Alles wat hij zag, kende hij uit hun huis in Amsterdam. En later dat in Zandpoort. Maar hier was het teruggebracht tot zijn essentie. Als een ingedampt extract. Meteen rechts was een keuken ter grootte van een tafellaken. Aansluitend op een minime woonkamer. Die met een boogvormige doorgang was verbonden met een even bescheiden slaapkamer. Op de bank, bekleed met die onvergetelijk harde, stugge stof en stammend uit de jaren 20 of 30, had hij zijn eerste boek over sterrenkunde gelezen. Een vertaling van Jean's The Mysterious Universe. Over de doorgesleten armleuningen lagen twee onduidelijke lappen. Erboven hing de reproductie van Breugel's Val van Icarus, waarvan elk detail tot op de bodem van zijn ziel was gezonken. De mateloze ruimte van het land en de zee, de ploegende boer wiens rode hemd intussen was verbleekt tot een zachte roze, de herder die op zijn staf leunde alsof zijn neus bloedde, met zijn rug naar de gebeurtenis waar het allemaal om begonnen was en die plaatsvond als een futiel incident. Een nietig been dat nog net uit de golven stak. Op de lange tafel, voor de bank, de paarsige bonbonnière van geslepen kristal, waaraan hij nooit meer had gedacht, maar die hem vertrouwder was dan het meeste wat bij hem thuis stond. In de kleine boekenkast, de bekende ruggen. De encyclopedie voor iedereen. Een sprookjesachtig gevoel bekroop hem. Als bij een oudheidkundige die een klassieke vindplaats heeft ontsloten. Al die antieke dingen hier plotseling bij elkaar, op deze paar geheime vierkante meters in Bloemendaal. Er waren nog archaïsere dingen in zijn leven. Uit het leeggeroofde koningsgraf van zijn ouderlijk huis, die hij zich alleen vaag kon herinneren en die misschien ook nog ergens bestonden, bij de dieven die in het spoor van de moordenaars waren gekomen, of bij hun weduwe, of hun kinderen, maar die zouden nooit meer opduiken. Een fragment uit Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch.